Hi, girls, where are you from? No, where are you from? Oh. Dit is een zomerseizoentje van de Dean. Jullie zijn in voor een tractatie, want het is al bijna een jaar geleden sinds het laatste seizoen. En oh my goddy, wat hebben we veel shit meegemaakt. Waarin we soms volledig over de schreef gaan. Waarin Tobias helemaal gek wordt. Ah nee, die kan wegflikkeren. Waarin je ons volgt langs de paden die we de afgelopen tijd hebben bewandeld. Wandel je mee? Pak zoute pepsels. Ga er goed voor zitten. Oh, wacht. Abonneer eerst even op dit kanaal en comment. En dan nog iets. In deze aflevering doen we een giveaway. Geef me deze auto weg. Ben jij een soort van Mr. Beast of zo nu ineens? Kom op, hè. Ja, en mijn hart zit nu wel echt in mijn keel. Dit is echt een vreselijk, maar ook een leuk moment. Je hebt hier al een hele... Ik heb er al maanden naar uitgekeken. Dan is het zover. En dan zit je er zo tegenaan dat je er bijna geen zin meer in hebt. Omdat je niet wil dat het alweer voorbij is. En je wil ook niet. Je wil ook dat het zo vet is, dat je hoopt dat het wordt... Leef gewoon in het moment, Toby. Laat het er gewoon zijn. Ja. Jasper, hou gewoon je bek. Ja, dat... Geen zin meer. Jullie gaan het zien, het is de Dean. Ik zet alles in de fik, op naar de top. Mijn vrienden en ik, het is de Dean. 19. Wat is wel leuk? Stijn, waar zijn we? Spanje. Waar precies? Joretta maar. Het wordt een club. Het is een club, Colossals. Maar heb je er zin in? Nee, natuurlijk niet. Het is Joretta maar. Ik ben 31, man. Daar hebben we het over. Want wat heb jij geregeld? Een summertour. We gaan op summertour. Welkom op de zomertour van de Dean, de makelaar en Lange Vizierik. We zijn dus in Joretta Mar. En waar Martin Garrix in de zomer een zogenoemde residency op Ibiza heeft, hebben de Dean en de makelaar die in Joretta Mar. We staan er namelijk maar liefst 4 keer. Oh, Daan. Oh, dit moet jij even zien. Maar ho. Voor we verder gaan, om het seizoen te kunnen maken, heeft Tobias weer een sponsor geregeld die hij veel heeft beloofd. Dat is je gelukt. Nou, dit is heel goed nieuws. Waaronder zijn eigen commercial. Houd u zich vast, lieve kijker, want het is weer een spektakelstuk. Pils van Bavaria. Bavaria. Bier van Bavaria. Van Bavaria. 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 Oh. Wat doe je nou, joh? Wat sta je nou te doen? Maar Tobias had nog meer nieuws. Nou ja, goed, Bavaria sponsort dus niet alleen deze summer special. Maar, ja, nu komt-ie. Bavaria wordt onze summer tour sponsor. Met trots verwelkomen wij Bavaria als zomersponsor van de Dean. En toen vroeg ik Tobias wat dat precies inhoudt. Gewoon, ja, dingetjes, ja, biertjes, dingetjes. Ja, ze sponsoren onze, nou, gewoon, ja, lekker fris pils. Nou ja, biertjes. Nou, gratis bier dan! Gek! Ja! Dus, ja, alle boekingen, en we zijn te boeken, lieve boekers, mocht jullie kijken. Je kan ons gewoon nog boeken voor deze zomer. Wil jij de Dean en de makelaar boeken op je festival deze zomer? Dat kan. Stuur een mail naar info@atbookings.com of klik op de link in de beschrijving. En wie weet, tot op je festival. Gefeliciteerd. Ja, nou. Terug in Joretta Mar. Kom maar even hier met die camera. Holy kittle. Vet! We zijn ineens een DJ! Eerlijk, ik had dit nooit van mijn fucking leven gedacht. Maar dit is dus gewoon echt voor deze dag helemaal speciaal gemaakt, hè? Ja. Is er wel een microfoon? Daar ben ik nu bang voor, weet je wel? Dat je straks... Dat ze denken dat je een DJ bent. Er is niks mis met DJ's, maar... Maar ik moet nog wel even afvragen, Stijn. Weten we of er genoeg mensen komen? Want als ik hier zo om me heen kijk, zijn het vooral Duitsers.
Ik zie niet veel Nederlandse mensen. Hebben we dat onder controle? Nee, ik denk dat Joret zit er vol met Nederlanders altijd. Moeten we het lot niet een handje helpen? Hoe wil je dat doen dan? Ja, maar jij bent de manager, dus ja, misschien kun je dan... Ja, misschien kun je op straat de mensen... Oh, jij, nu is het ook... Jij bent de manager. Je moet wel een beetje een hip outfitje ook aan. Je moet wel een beetje opvallen. Nee, dit is zo flauw. Stijn, jij gaat helemaal mis. Helaas voor Stijn verloor hij deze discussie op democratisch besluit. En dus gingen wij op Proppers outfitjesjacht. Dit is goed. You only live once. What happens in Lorettemar stays in Lorettemar. Happen. Keep calm and party hard, Lorettemar. Ja, deze Stijn. Nee, niet roze. Ja, maar die zegt roze. Kijk, op mijn roze huid is gewoon... Oké, echt... we hebben een keuze. Nee, ik wil helemaal geen kleding. En nu, nou ja, ook als je zo even doorloopt te miepen, dan krijg je deze erbij. Ja. Komt-ie. Dit is perfect. Nu geloof ik jou. Nee, dat is er niet met deze kleur. Yes. Dat is niet doen. Voordat Stijn de straat op moet om te proppen, checken we eerst in bij het hotel. En inmiddels weten we allemaal, dan kan de grote Toby-tirade beginnen. Anders konden we steeds op schuld. Kijk, dat is het beste. Bijna dat is het beste dat mij kan overkomen. Dat ik nu word aangereden. Dan heb ik tenminste een lekker bed vanavond in het ziekenhuis. Is there a minibar in the room? There is a fridge. Met no champagne hoor. Het is. Ja, nou ja, moet je dan kijken aan een kille lobby. Nou, het is een soort plastic blokhut. Een soort plastic blokhut. Wat kan jij klagen, zeg? Nou, ja. Het is een soort heel steriel kinderdagverblijf. Moet je dan kijken. Ja, kijk dan naar het uitzicht. Waar zitten we? Zitten jullie aan de bar? Wat ga je verwachten? Nou ja, stel je gaat op vakantie. Je doet de gordijnen 's ochtends open. Ik zie die vrouw daar? Die zit er echt over te denken om te springen. Dat gevoel heb ik nu ook. Bonsoir. Kan je dus, Dani, kan je je was aan ophangen of jezelf? Weet je wat het een beetje is? Ik vind het echt helemaal top. Ja. Van die wegrestaurants. Het is nooit goed. Nou ja, maar neem maar ook. Nou, maar neem oké, maar het kan erger. De best souffrieden. Ik denk dat dit in Lorette de beste optie is. Nou, hè? Hey, tada! Het is een Maccabeo. Maccabeo. Maccabeu in Frankrijk. Maccabeo. De Maccabeo? Maccabeu. Maccabeu. Maccabeo in Spanje. Nee, in Frankrijk van die kava's. Het is meestal moes. Maar je kan dus ook als gewoon mousserende, vlezige wijnen. Ja, prachtig. Heb jij hem al geproefd aan? Maccabeo? Maccabeo? We zijn heel eventjes terug in Nederland. Want de laatste uitgebrachte track is alweer bijna een jaar geleden. En daarom eindelijk nieuwe muziek. Doe de hele dag niks, ben een luie motherfucker. Toch wil ik mijn zakken met die pakken geld, koop ik maatpakken. Ben een luie motherfucker, op mijn sloffies kom ik aankakken. Hey. Doe de hele dag niks, ben een luie motherfucker. Toch wil ik mijn en dus reisden de megalomane clipregisseur en ik af naar Museum de Fundatie in Zwolle om een clip op te nemen. Dus dan gaan we nu bij het laatste stukje waar het helemaal losgaat. Dan gaan we allemaal een beetje experimenteel dansen. Wat, hoe ziet dat eruit? Experimenteel dansen? Hij vraagt hoe het eruit ziet. Ja, nou gewoon rare experimentele bewegingen, ja. Ieder heeft zijn eigen interpretatie daarvan. Doe jouw interpretatie eens. Dat. Jij geeft de cue? Het nummer Bohemian Eclectic staat nu online op Spotify. Dus stream het direct naar deze aflevering kapot en stop het in je playlist. De clip komt morgen om 15 uur online. En dan is het tijd voor Stijn om mensen naar binnen te lullen bij ons optreden. En dat is hard nodig, want het is erg vroeg in het seizoen en er zijn maar weinig Nederlanders. Oké, maar oefen even op elkaar. Hey, hallo, goedenavond. Sorry. Nee. Maar ik was hier nu al voorbij gelopen. Ik niet in. Hi guys, gewoon gelijk amicaal. Ja. Hi guys, how you doing? Hi, I'm here from... Oké, meer amicaal, nog meer. Hi, how you doing? Where are you going tonight? Ik Where are you up to? Naar het hotel. Oké, hotel. Wow. This late? Come on. Evening is still getting Waarom started. Waarom praat je alsof je uit Australië komt? Hot. Maakt niet uit, ik krijg Stijn weer. Oh, Stijn heeft het altijd. Hij gaat dit gewoon doen. Ik vind dit echt helemaal. Maar nu word ik word enorm door jullie voor het blok gezet. Het duurt gewoon nog even voordat hier ook de zalen helemaal vanzelfsprekend vol lopen. Dus er moet voor gewerkt worden. Ja. Niks gaat vanzelf, Stijn. Okay, nou, kom, gaan we. Ik weet het, ik vind het echt vreselijk. Hey girls, how you doing?
Niet goed. Hi. 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 Where are you going? Where are you from? It's the Dean. It's like it's upcoming in Europe. It's like it's going crazy. If you want to go in, I can get you in. No, no. Get a free shot, you know. At this moment. Hij gaat nu 50 free shots aanbieden. Hi girls, where are you from? No, where are you from? Oh. Daan doet iets goed, ben je tevreden? Ja, hij doet het heel goed, maar het is wel pijnlijk. How you doing, man? Where are you from? Italy. I will see you, man. Hoe hard Stijn het ook probeert, hoe hoog of laag hij ook springt, niets lijkt te werken. Maar dan wordt Stijn uit zijn lijden verlost door de manager van de club. Please stop. Nou, Stijn. Je bent eigenlijk tot stoppen gemaakt. Ja, wat denk je? Jullie willen gewoon aapjes kijken. Nou, we moeten heel eerlijk toegeven, op het laatst was het een klein beetje aapjes kijken. Want we wisten na twee keer ook wel dat dit niet ging werken. Maar dat was wel heel leuk. Ik pak het trots. Welkom telt niemand. En dan is het zover. Het eerste internationale optreden van de Dean. Wordt dit een dampend optreden en daarmee een opstap naar een internationaal succes? Helaas blijken er 3 man en een paardenkop te zijn. Internationaal trekt de Dean nog niet zoveel mensen. En daarom besluiten we dat ik er zelf ook maar aan moet geloven. En dus ga ik proppen alsof mijn leven ervan afhangt. Het is geen champagne. Hoe gaat het? Ja. Anders. Anders. Niet leuk. Nee. En dan komen er op het laatste moment toch nog wat Nederlanders binnendruppelen. En kan het optreden gaan beginnen. Ja, dit is zoals Tobias al zei, anders. En met anders bedoelt hij anders dan we gewend zijn. We hadden op dat moment namelijk al een clubtour achter de rug die onze stoutste dromen overtrof. Dat was echt fucking bizar, hè? En fucking bizar was het. De energie die van de dino's uit de zaal kwam, is ongekend. Wij hebben ons tijdens onze eigen shows rocksterren gevoeld. Als ik na de optredens de zaal inliep, is het meeste wat ik hoorde: het is jullie gelukt. Oh mijn god! Ik dacht, deze gozer is helemaal gestoord. En kijk nu wat hij hier samenbrengt, man. Laten we dat doen. De tour is een van de vetste dingen die ik ooit heb gedaan. En dit willen we vaker gaan doen. Bizar om te bedenken. Van dit naar dit. En van dit naar dit. Ik ben denk ik wel beter gaan begrijpen waarom zoveel artiesten naar de crack grijpen. Als je avond aan avond voor zo'n uitzinnige groep mensen staat, dan ga je bijna echt geloven dat je briljant bent. Maar maak je over ons maar geen zorgen. Want gelukkig zitten er ook avonden tussen die ons met beide benen op de grond houden.
We staan in Stadskanaal, Stakka ook wel. Er zijn 20 mensen, denk ik, binnen. 21 nu met... Nu komt er net een auto, dus zijn er denk ik nu iets meer. Hey boys! Het gaat niet om de mensen die er niet zijn, het gaat om de mensen die er wel zijn. Dat is het. Dit is trouwens Steve, onze tourmanager en steun en toeverlaat. Zijn bijnaam is... Reef Steve! Omdat hij Steve heet en heel veel reeft. Maar sommige mensen kennen hem ook als Tibidi Papap of als Guus Meeuwis. Hij heeft nogal een schizofrene carrière achter de rug. Zo heeft hij in het leger gezeten en is hij part-time model. En zien we hem hier op een hele geile manier in een melkpad liggen met bloemblaadjes. Maar nu is hij actief in de muziekwereld. Tobias is denk ik echt zwaar depressief. Die had volgens mij vandaag op een zegentocht gerekend. Ik weet het niet. Tobi, hoe is het? Steun Tobias Kamman, a.k.a. DJ de Makelaar. Want zijn leven is geen pretje. Tobi, wat is er met je aan de hand? Leg het uit. Nou, we zijn er misschien een beetje verwend aan. En Je bent echt een soort depressief. Ik heb het shirt niet eens aangehad en er zit al een vlek in. Ik vind het vooral fijn dat hier een vlek op zit. Ik ga het even weghalen, want ik vind het heel vervelend. Nee. Ik wil het eigenlijk nu even voor elkaar hebben. Je hebt het niet eens aan, het shirtje. Nee, maar het zit me dwars dat er dus nu blijkbaar een vlek op zit ineens. Waar zit die? Hier. Oh. Even oplet. Hier, weg al. Bijna. Zie je dat? Ja. Hier ben ik echt heel blij mee. Dit maakt me een hele avond. Al zei, het gaat niet om de mensen die er niet zijn, maar om de mensen die er wel zijn. En ondanks het schuldgevoel richting de club en Tobias' chagrijn, gaven we alles en hadden we zowaar plezier. En dan, na er 6 jaar in gereden te hebben, is het tijd voor het volgende. Met pijn in mijn hart gaan we iets doen wat een echte YouTuber betaamt. In deze aflevering doen we een giveaway en geven we deze auto weg. Check mijn rollen, daar zie je Logan, zo kom ik bij mijn show aan. En nu vraag je je waarschijnlijk af, maar jij dan? Nou, ik rij in een nieuwe auto en dat is allemaal dankzij... Maak kennis met Ben de Automan. Auto op Amersfoort met Ben. Ben is jouw man, Ben de Automan. Maar aan wie gaan we deze legendarische Dacia Logan dan weggeven? Nou, aan onze trouwe dino's. Dankzij de dino's staan wij op festivals en kunnen wij uitverkochte clubtours. En die gaan we weggeven. Hoe vet is dat? Oh. Ja, hoe lijp is dat? Deze auto gaan we gewoon weggeven. Wat moet je doen? Een filmpje opsturen met de reden waarom ze het willen. En ja, je moet een filmpje sturen waarom jij de meest trouwe dino bent die er is. Dus stuur een video van jezelf met waarom jij de Dacia Logan wil en waarom jij de meest trouwe dino bent voor maandag 10 april naar deleeuwjournalistiek@gmail.com. En wie weet is deze Dacia Logan dan van jou. Terug bij ons eerste internationale optreden in Joret de Mar, waar we voor wel geteld 42 mensen een show gaven. Lange Vieserik was nog nooit zo goed. Ik voelde mij zielsgelukkig, Tobi trok een atje en ik ging uiteraard crowdsurfen. Vol motivatie keken we uit naar de volgende 3 optredens in Joret. Dit was het minst shabby wat er was. Mag ik daar ook even aan toevoegen dat er nogal veel is gebeurd in de afgelopen week? Maar wat is er precies gebeurd? Nou, je was er zelf bij, er waren niet zoveel mensen. In de club in Joret de Mar. Hoe komt dat? Omdat het seizoen nog niet was begonnen. Het was helemaal niet begonnen. Er was niemand in die hele stad. Nou, niet in de hele stad, maar de Fransen hadden wel. Maar ja, wij zitten niet op de Franse markt. Niet onze markt, nee. Ja. En ik zei nog, ik ga er alleen heen als we eerst betaald krijgen. Nee. Dus zij hebben niet meer betaald. Ze hebben gewoon niets meer betaald.
Nee, ja. Ja, dat is wel waar het op neerkomt. Zeg. Al met al, zitten we nu wel in Albufeira. Die hebben netjes betaald. Wel heel weinig, maar ze hebben betaald. Ja, niet genoeg om dit appartement te bekostigen eigenlijk. Dus we leggen er flink op toe, maar we hebben in ieder geval een optreden. Ja. Volgende keer in de Dien zijn we in Albufeira en komen we een oude bekende tegen. En gaat het volledig mis tussen Stijn en Tobias. Je houdt je bek, hè? Nee, maar... Nee. Vergeet niet nu Bohemian Eclectic te streamen op Spotify. Je de Dien merchandise te bestellen, te abonneren op dit kanaal en de commentsectie vol te spammen. Tot de volgende. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bavaria.